Ja, het was gisteren een hele spannende dag. Heel veel reacties, berichten en seintjes gekregen van ondernemers die zich zorgen maakten, terecht. En die ook graag wilden weten, wat doen we eraan, wat doet de gemeente eraan? En ja, het was een bijzondere dag. Ik ben heel blij dat het rustig is gebleven. Een flink aantal ondernemers in de binnenstad hebben voorzorgsmaatregelen genomen tegen mogelijke rellen. Zoals bijvoorbeeld hier op de Lammermarkt. Weet je, verzekeringen worden lastig. Het is gewoon een tendens. Ik wil liever niet 's nachts mijn bed uitgebeld worden dat mijn winkelramen erin liggen. Dus uit voorzorg heb ik dit nu gedaan als noodzaak. Ik was wel bezorgd, maar niet zo dat we zeiden van oké, we gaan het nu aftimmeren en dat soort dingen. Nee. En wat hoorde u van collega ondernemers? Sommigen waren wel een beetje bezorgd en ook in de... Ja, natuurlijk de taferelen van de afgelopen dagen, Eindhoven, Den Haag. Ja, dan denk je, ja, zou het dan zo zijn dat het ook in Leiden gaat gebeuren? Dat kan toch niet waar zijn. Samen met de gemeente Leiden doet het centrummanagement er in ieder geval alles aan om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld, we hebben nu afgesproken dat er ronden worden gemaakt door de stad om te kijken of er nou bijvoorbeeld ergens een container staat met vuil die gebruikt kan worden om mee te gooien. Of dat er ergens straten open zijn omdat er toevallig de straat opnieuw bestraat werd. En er worden dan afspraken gemaakt zodat dat niet zeg maar materiaal is waar mensen mee kunnen gooien. En daarnaast gebeurt er ook gewoon veel achter de schermen waar ik niks over zal zeggen. Is de kar nou een beetje uit de lucht, denkt u? Ik denk het wel, omdat er natuurlijk best wel veel machten optreden. Er zijn natuurlijk een soort burgerwachten wat ze gaan opzetten. Ze hebben camerabeelden dat mensen dan makkelijker traceerbaar zijn. Dus ik denk dat het wel iets af gaat nemen, maar we zijn nog niet mee klaar, denk ik. U laat ze nog even zitten? Ik laat ze voorlopig tot na het weekend zitten.